Renault Antwerpen. De auto's van de stad. Het waren de verontruste ouders zelf die vroegen om een betoging. VZW Vrije Keuze, die eerder al betogingen organiseerde rond het hoofddoekendebat, wilde de ouders graag steunen. En riep moeders en kinderen op om hun stem te laten horen. Wij zijn hier vandaag samen om één belangrijke reden. De rechten van onze kinderen. Het heeft niks met geloof of cultuur te maken. Geen één kind zou slachtoffer mogen worden van kindermisbruik. Dit mag zich nergens gebeuren. Het is ook een hele trieste zaak dat de slachtoffertjes niet serieus genomen worden. Het parket onderzoekt intussen het vermeend seksueel misbruik op kleuter- en basisschool De Blokkendoos. Net daarom kozen de moeders ervoor om te betogen aan het Justitiepaleis. Ja, we willen echt de rechter dat hij ons hoort. Dat is een recht voor een kind. Het onderzoek loopt, maar er zijn momenteel geen aanwijzingen van seksueel misbruik. De politie was talrijk aanwezig, herkenbaar en in burgers, maar de betoging verliep erg rustig.